Volgens mij is het internet een netwerk van verbindingen tussen mensen. En die verbindingen die bevatten data die ofwel zakelijk, ofwel privé, ofwel heel persoonlijk kan zijn. Toen ik een aantal jaar voor een internetbureau werkte in Delft, toen bedacht ik me steeds vaker van goh, het is hartstikke leuk dat ik allemaal nulletjes en eentjes aan het maken ben en die verkoop aan een klant. Maar wat doe ik nou? Wat is precies mijn waarde? Wat is mijn maatschappelijke waarde van datgene wat ik aan het doen ben? Nou, er zijn ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking in Nederland. Dat kan variëren van een visuele beperking tot een fysieke beperking, tot laaggeletterdheid. Kleurenblindheid is ook best een aardige groep. Maar je hebt ook mensen die al wat ouder zijn en wat meer moeite hebben met het gebruik van digitale middelen. De primaire doelgroep is dus die groep mensen die verantwoordelijk is voor de informatie op internet. Die moeten we zo goed mogelijk overtuigen van het nut van een toegankelijke omgeving online. Bottom line ben ik ondernemer en ik onderneem in een poging om het internet wat beter te maken. Niet alleen maar toegankelijker, maar ook iets beter. Weet je, iets beter afgestemd op die gebruiker, op die klant van de klant. We hebben toegankelijkheid, gaat het vaak over contrast, over kleurgebruik en dat soort dingen. Veel te veel informatie. En ik zeg altijd van ja, ik raak gewoon overprikkeld. En dat geldt in principe voor heel veel mensen. Maar ik loop daar iedere dag gewoon tegenaan omdat het met mijn beperking te maken heeft. Het feit dat jij en een goede visie hebt op het digitale domein dat je daar ook vanuit jouw eigen gebruikerservaring een goede visie op kunt delen met een ander, dat is voor mij natuurlijk ook prettig, want daarmee ben jij een hele goede spiegel voor mij. Nou ja, kijk, bijvoorbeeld online boodschappen ook kunnen bestellen. Het zou zo efficiënt zijn als het juist voor de mensen die moeite hebben om hun huis uit te komen of überhaupt weinig buiten de deur komen. Het zou enorm prettig zijn als die mensen ook online hun boodschappen kunnen doen. En dat heeft puur en alleen maar te maken met het weglaten van ruis. Het is gewoon de essentie. Het is gewoon belachelijk als je niet nadenkt over hoe alle mensen er op een juiste manier mee kunnen werken. Dus waarom zou je er in godsnaam voor kiezen om 25% van de samenleving, nee, die 4 miljoen mensen, waarom zou je die 25% van de samenleving uitsluiten van jouw product? Dat snij je gewoon jezelf in de vingers. Daarom was het ook een heel interessant initiatief dat we een aantal jaar geleden vanuit Microsoft en vanuit een aantal andere grote organisaties in Nederland hebben bedacht dat we gewoon los van de overheid eens wilden gaan bepalen wat nou eigenlijk de meerwaarde is van toegankelijkheid voor het bedrijfsleven. In moderne auto's zitten computers en nou, bij de helft van de auto's kun je de computer niet eens uitlezen. En dit is allemaal pure logica. Je kunt het beredeneren hoe het werkt. Ook al heb je het nog nooit eerder van je leven gezien, dan is het nog te herleiden waarom het zo werkt en hoe je het kunt aanpassen of hoe je het kunt verbeteren. En dat vind ik in mijn werk fijn en dat vind ik in mijn hobby net zo fijn. Het moet allemaal lekker een beetje overzichtelijk zijn. Iedereen vindt dat het moet gebeuren, maar niemand heeft, of weinig mensen hebben die intrinsieke motivatie om er ook daadwerkelijk iets aan te veranderen. Dus het is heel veel leuren en slepen en duwen om gedaan te krijgen wat eigenlijk gewoon zou moeten. Wat ik altijd de meest hilarische vraag vind die ik kan krijgen, zeg maar, is dat ze dan aan mij vragen, wat heb jij eigenlijk voor beperking dan? Alsof je een beperking moet hebben om met dit onderwerp bezig te zijn.